al klein was, soms was dat een keer zo. Same reactie. Dus ja, dat was waarschijnlijk mijn spier of zo. Skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Hallo iedereen en welkom bij mijn tweede vlog. Vandaag gaat de vlog vooral over waarom mensen in geesten geloven. Ik vraag mezelf dat ook af, van waarom geloof ik in geesten? Ik heb eigenlijk echt nog nooit iets gehoord of meegemaakt of een voorwerp dat verschoven wordt of zo, dat ik dacht van dat is nu echt onverklaarbaar. Maar ik heb wel soms het gevoel dat er iets bij mij is dat ik niet alleen ben. Dus misschien daarmee dat ik denk dat geesten eigenlijk wel kunnen bestaan. Ik denk eigenlijk ook dat ik daarin geloof, omdat ik niet wil dat het leven stopt hierna. Dat er dan niets meer is. Dan zijn er ook nog van die filmpjes natuurlijk dat je op YouTube en zo kunt bekijken. En ik kijk daar wel zeer veel naar. Maar ik denk dan ook dat dat allemaal in scène kan gezet worden. En eigenlijk weet je niet wat er gebeurt behind the scenes. Dus daar ben ik wel een beetje sceptisch over. Maar toch denk ik wel dat er iets is dat we niet kunnen zien, maar dat wel bij ons is. Ik heb hierover ook mensen geïnterviewd. En de vraag waar ik het gesprek altijd mee begon was, geloof jij in geesten? Moeilijke vraag. Ja. Ik wil daar niet in geloven. Ja, ik geloof zeer zeker in geesten. Half en half. Nee. Soms wel en soms niet. Nee. In zekere zin wel. Als ik er niet in geloof, denk ik dat ze niet kunnen komen. Dat is eigenlijk geloof ik er wel. Nee. Nee. Ja, maar als je zegt dat ze niet kunnen komen, dan denk je toch wel dat er misschien iets is, dat je bang bent dat er iets is. Ik denk gewoon dat er voor alles wel een verklaring is. Ja. Hij heeft zelf nog nooit iets meegemaakt. Ja. Er is wel een keer een deur open gegaan, maar ik denk dan dat is door de wind. dus ja, maar nee, nog niet echt iets speciaals meegemaakt. Nee. Heb jij zelf ooit iets meegemaakt? Nee, maar het is toch goed te geloven en ik denk dat onmogelijk lijkt. Ik heb eigenlijk al vaak dingen meegemaakt. Minder erge dingen dan erge dingen. Mijn eerste ervaring, als ik dat zo mogen zeggen, is eigenlijk een schim die ik zag als kind. En mij eigenlijk strafte wanneer ik dingen deed dat ik niet mocht doen. Dus ja, er kwam er soms fysiek contact aan te pas. Dat was wel een beetje eng. Ben je er ooit van afgeraakt of? Wel, eigenlijk door op te groeien heb ik hem eigenlijk niet meer gezien. Dus ik veronderstel dat het gewoon zoiets is dat als kind dat je daar enorm beïnvloedbaar door bent. Maar anders... En dat was gewoon in je huis? Ja, dat was eigenlijk altijd aan mijn bed. In het huis dat je altijd woont? Nee, ik ben ondertussen verhuisd. Dus ik zou eigenlijk niet weten of dat het huis gebonden is of of dat meekomt of niet. Dus de ene kant wel, omdat ik zo wel al zo dingen heb tegengekomen dat ik denk van, dat is raar. Maar langs de andere kant, dat lijkt weer niet, omdat, ik weet niet, soms lijkt het alsof dat gewoon niet kan. Zo dat de deuren open en toe gaan en dat er rare geluiden zijn en dat er allemaal schildpadden was als random in flippen. Schildpadden? Ja, zo'n kooi. En de deur gaat open en dan begin die schildpadden te flippen en ik dacht, wat? Dat was dat gewoon bij je thuis, ja? Dat was niet bij mij thuis, dat was bij iemand anders thuis. Bij mij thuis moet er geen geesten zitten. Je hebt ook al te maken gehad met een klopgeest. Ja, dat klopt. Dat klopt. ja, ik weet niet, dat was echt ambetant. Hij of zij, ik weet niet wie dat was, sloeg altijd dingen uit mijn handen. Ja, hoe moet je dat zeggen? Also, stond vaak achter ik, had een rilling over mijn rug hing of zo. Het was eigenlijk like een ambetant jongetje of meisje dat mij continu aan het ambeteren was. Ik heb er eigenlijk nog niet vrivillen bij stellen staan. Waarom niet? Ja, nee, echt niet. Ik vind het zelfs een beetje belachelijk. Nou, als ook jong was, heb ik nog een keer meegedaan aan die gisten. Ja? Als jong meisje. Mm-hmm. En bij mij bougeerde dat niet. Voor of achter de conceptie, begin dan mijn foetus worden, komt uw eigen ziel naar beneden. In uw lijf. En op de doorgaan was ze weer weg. Was ze weer van waar dat ze komt. Nu, je kunt met een bepaalde methode voelen hoe dat is met die verschillende soorten van energie, met die verschillende hoofdlengtes. Dat is met raks.
RAC, dat is een afkorting van reflexo-reticulo-cardiac. Dat komt van een Franse dokter, dat niet meer leeft. Maar je kunt dus voelen met die methode hoe dat is met die verschillende hoofdlengtes. En als u niet goed voelt, zijn er bepaalde hoofdlengtes uit al evenwicht. Bijvoorbeeld E-frequentie, wat dat niet goed staat, begint het te piekeren. Mm-hmm. A-frequentie, begint het te twijfelen. Nu is zo dat van iemand dat niet meer leeft hier, bestaat dat veld van energie blijkbaar wel nog. Want je kunt met die raks beginnen voelen hoe dat iemand dat niet meer leeft hem eigenlijk voelt. Ja. Nu, als de sterft, dan ga je weer van waar dat je komt. Dat in de wereld dat we niet meer zien. En je kunt je afvragen of dat eigenlijk niet een beetje creepy is. Ik ben er al een jaar of dertig mee bezig. En gans in het begin was ik vrij sceptisch. Maar ondertussen ik ondervond dat je bepaalde zielen onze naar boven wil gaan, dan zijn ze open. En dan kun je met bepaalde middelen ervoor zorgen dat dat een beetje vlotter gaat. Maar het is de kunst van hier te blijven. Dat je niet begint te zweven in die wereld. Ja. Verstaat? Dat is een beetje hoe dat ik dat zie. En er zijn nog veel mensen binnen die wereld die op dezelfde manier min of meer denken. Ik heb zo van die rare ding meegemaakt dat ik eerst niet wilde geloven. Mm-hmm. En dat was met mijn eigen oma. Die was aan 81 jaar, jammer genoeg, was overleden. En ik hoorde ze gelijk zeggen van, zeg dan mijn vader dat ze dat niet weten. Beide, ja, niet met ik, hè. En toen, jenes te weten erachter, hoorde mijn vader tegen mij zeggen, had ik dat geweten van dat, ik zei, shit, ik had dat toch moeten zeggen. Ik ben zelf een beetje door geweest, mm-hmm. toen ik 5 jaar was, hersenverliesontsteking. Mm-hmm. En ik heb dus in die een tunnel gezeten, als ze zeggen. Mm-hmm. Dat waren like allemaal armen die mij tegenhielden. Ja. En op een of andere manier kan ik af en toe een stuk naar die wereld. Maar ik ben er mij vrij van bewust dat we hier leven en het is hier dat telt. Het is een wereld waar je moet oppassen en kennen mensen die in die wereld bezig zijn, die soms wel een beetje de bedoel kwijt zijn. Wat ik niet goed vind, dat is dat ze geesten zouden oproepen. Mm-hmm. Dat kan, ik geloof dat. Maar dat heeft geen zin. Laat die gerust. En ik denk wel dat iedereen soms zo een keer dingen doet dat hij zegt, waar rol ik dat ik dat nu doe? Tegelijk, of dat ze mij een stukje leiden. Mm-hmm. De katholieke kerken noemt dat een engelbewoorder. En je kunt dat soms zijn, dat was van mijn pa. Yeah. Die zegt, godverdomme, wat steekt er nu uit? Mm-hmm. Of van mijn opa. En hoe je een stukje stille kunt staan bij je wijn, ben ik heel zeker dat er nog mensen zulke ervaringen, maar dan ze zeggen, ja, dat bestaat niet. Ja. Maar dat bestaat dus volgens mij wel een stuk. Ik heb nog meegedaan aan seances en zo, maar met goede. Met gasten die dat op een goede manier doen. Niet met een glazen en met letters en met een Ouija-bord. Want het zijn er die dat doen, maar niet beseffen wat ze aan het doen zijn en toen dat past. Maar ik ken mensen die dingen zien. Ik zelf zie niks. Ik hoor soms iets, niet via mijn oren, maar in mijn hoofdlink. En ik voel het. Maar altijd is er een communicatie op niveau van energie. Bepaalde mensen voelen je goed bij. Ja. En andere mensen zeiden, amai, als ik vandoor kom, ben ik moe. Ben een stuk leeg zo. Mm-hmm. Dus je hebt dat eigenlijk ook met die velden van boven. Ja. Sommigen kunnen nu een stuk helpen. Hoe je er een stuk open voor een stuk. Dus zoals je kan zien, zijn er wel heel wat uiteenlopende opinies hierover. Er is denk ik ook geen juist en fout, want we kunnen het nog altijd natuurlijk niet zien. Daarom geloven we erin. Mijn enige vraag die nu nog overblijft is, geloof jij in geesten? Waarom wel of waarom niet? En heb je ooit al iets meegemaakt dat onverklaarbaar is? Laat het dan gerust weten in de reacties. Bedankt voor naar deze vlog te kijken als je tot hier bent geraakt. En dan zie ik jou de volgende keer. Bye.